Welkom bij weer een nieuwe video. Zoals zoveel van jullie ben ik bezig om kerstkaarten te maken. Ik wil dit jaar echt wel wat meer kerstkaarten gaan versturen als normaal. En dat komt ook wel door de tijd waar we in zitten. Ik denk namelijk dat het heel fijn is om een kerstkaart te ontvangen. Dus ik ga er een hele serie maken. Maar ik heb gewoon niet al te veel tijd ervoor. Dus ik wil dit jaar wat simpeler kerstkaarten gaan maken. Die dus een beetje snel te maken zijn. Niet van die kaarten waar heel veel werk in gaat zitten. En dit is ook zo'n kaart die gewoon heel snel te maken is. Ik ga alcoholinkt gebruiken vandaag. Iets wat nog steeds heel populair is. Ik ga werken op Jupo papier. En dat Jupo papier dat is van Craft Emotions. Die heeft dus ook tegenwoordig Jupo papier. Jupo is best wel duur papier. Het is een soort plastic-achtig iets. Dus het is niet echt een papier. Ze zeggen wel synthetisch papier. Maar eigenlijk is het gewoon een soort plastic. En waarom is dit goed om op te werken? Hier trekt de alcoholinkt niet doorheen. Zou jij op gewoon papier gaan werken, dan trekt de alcoholinkt erin. En dan kun jij nooit of te nimmer de effecten mee bereiken die je ermee kunt bereiken op Jupo. Je zou ook op fotopapier kunnen werken, maar mijn ervaring is dat daar ook de inkt snel doorheen trekt. Het is daar ook niet echt geschikt voor. Het is om foto's op af te drukken en alcoholinkt, het doet wel iets meer als op gewoon papier. Maar wil je echt mooie effecten bereiken met alcoholinkt, dan zou ik toch kiezen voor Jupo papier. Dus Craft Emotions heeft redelijk goedkoop Jupo papier. Ik heb het dus uitgetest en het bevalt mij prima. En ik ga dat allemaal even laten zien vandaag hoe ik dat, hoe ik deze kaart in ieder geval heb gemaakt. Nou, wat ga ik allemaal gebruiken? Nou, Jupo papier. Ik heb een stempel klaargelegd. Ik heb voor deze mooie kerstroos gekozen. Volgens mij is dit een stempel van Studio Light, een hele oude, ik weet het niet eens meer. Ik heb deze, daar weet ik wel zeker nog, deze is ook van Studio Light. Dat is echt mijn favoriet voor de teksten voor de kerst. Is ook al een oudje, maar ik vind hem gewoon prachtig. En de tekst heb ik gestempeld op vellum, ga ik straks wat meer over vertellen. En ik ga gebruik maken van alcohol lift ink. En alcohol lift ink, dat is eigenlijk, daar haal jij de inkt weer mee van jouw papier. En ik heb al vaker verteld, als jij een inktpad koopt, koop er dan ook altijd gelijk een navulling bij. Tenminste, als dat kan. Niet alle inkten hebben navullingen, maar de meeste inkten tegenwoordig hebben een navulling. Ik koop er altijd direct een navulling bij, want vooral als je een inkt gewoon heel veel gebruikt, dan moet je hem gewoon op een gegeven moment navullen. En dan zul je altijd zien dat je net lekker bezig bent en dat je inktpad droger wordt en dat je hem gewoon moet navullen. En als je dan geen navulling hebt, moet je weer bestellen of naar de winkel. Is gewoon lastig. Dus weet jij gewoon zeker dat jij die inkt veel gaat gebruiken, koop er dan gelijk een refiller bij. En dat heb ik ook gedaan, de alcohol lift ink. Ik heb hem net nagevuld, zodat ik een goede natte inkpad heb waar ik mee kan werken. Nou, mijn alcohol inkt die bewaar ik in dit doosje. Dit is van Tim Holtz. Van Range zijn deze blikjes. Nou, daar kunnen mooi alle potjes in. En ik bewaar daar mijn alcohol inkt, lift ink refillen, bewaar ik daar ook in. Dan heb ik alles bij elkaar. Ik bewaar ook al mijn alcoholinkt dingen die ik nodig ben als ik wil werken met alcoholinkt. Die bewaar ik ook allemaal bij elkaar in een kratje. Nou, ik heb hier nog een heel leuk iets. Dit is een blazer waarmee jij de inkt kunt blazen. Deze is van Joycrafts. Deze is wat goedkoper. Je hebt hem ook van Ranger. Die is echt een stuk duurder. Nou, wat kun je nog meer gebruiken? Als jij een airbrush hebt, kun je prima gebruiken. Die gebruik ik bijvoorbeeld om bloemen mee te maken van alcoholinkt. Ook iets heel leuks om te doen. Een ander techniekje, wat ik je vandaag laat zien, is gewoon een hele simpele techniek. Maar je kunt ook een airbrush gebruiken. Je kunt ook een rietje gebruiken. Dus dan ga je blazen door
voor een rietje om de alcoholinkt wat te verspreiden. Nou ja, met mijn corona gaat mij dat echt niet lukken. Ik heb amper inkt om een video door te praten. Amper lucht om een video door te praten. Dus dat gaat me zeker niet lukken met een rietje. Maar ik heb hier een hele leuke tool dus van Joycrafts. Die ga ik gebruiken. Maar een rietje, een airbrush. Er zijn verschillende mogelijkheden om de inkt te laten bewegen. Een haarfeun kan ook. Zorg er dan voor dat het niet te warm wordt. Gebruik niet een heat tool. Een heat tool heeft, die blaast te hard. Maar het is plastic waar je op aan het werken bent. Dus dan kan het gaan vervormen. Dus pas op met warmte. Gebruik je een feun. Zet hem dan op de koude stand. En ja, als je standen hebt met hard en zacht blazen, zet hem dan ook op de zachtste stand. Dan, ja, anders blaas je alles in één keer weg. Dus ga er gewoon mee aan het oefenen. Maar er zijn dus meerdere manieren waarop je dat kunt doen. Om de alcoholinkt een beetje in elkaar over te laten lopen. Nou, wat heb ik nog meer? Ik heb hier in een spuitflesje heb ik alcohol gedaan. Dat zijn gewoon, is gewoon alcohol uit deze flesjes. Die kun je overal kopen. Als jij met alcoholinkt wil gaan werken, zorg er dan voor dat je in ieder geval 96% alcohol hebt. Er is ook nog 70%, maar dat reageert niet zo goed op de alcoholinkt. Dus je moet minimaal boven de 90% zitten met de alcohol die jij wil gaan gebruiken. Nou, die alcohol doe ik dus in een sprayflesje. En dat kan ik gebruiken om schoon te maken. Dat kan ik ook gebruiken om daar speciale effecten mee te verkrijgen. Nou, dan heb je ook nog alcohol blending solution. Dat is iets anders dan gewone alcohol. Alcohol, dat maakt schoon en dat bleekt. Blending solutions, dat zorgt ervoor dat de kleuren wat meer in elkaar overlopen. Dus het is wel anders dan gewone alcohol. De blending solutions kun je ook van verschillende merken kopen. Ik heb hier die van Tim Holtz. Het is vrij prijzig spul. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je dat niet hebt. Dan kun je met gewone alcohol, kun je met deze techniek ook prima uit de voeten. Nou, ik heb ook nog stempelreiniger neergezet, zodat ik aan het eind mijn stempel helemaal schoon kan maken. Ik spray er meestal tussendoor even een beetje alcohol over en ga ik met een keukenpapiertje eroverheen. Alcohol lift ink, daar kun je meerdere dingen mee doen. Je kunt de inkt hier afhalen en die kun je vervolgens ergens anders gaan overbrengen. Dat is eigenlijk de bedoeling van de alcohol lift ink. Nu wil ik die kleuren niet gaan overbrengen naar een andere kaart bijvoorbeeld. Ik wil echt alleen maar dat ik hier die achtergrond ga maken, dus dat ik hier inkt weg ga halen. Nou, vandaar dat ik tussen elke keer dat ik hier weer stempel, maak ik mijn stempel even weer schoon en dan spreek ik gewoon een klein beetje van die alcohol op. Ik ga er even overheen met een keukenpapiertje, is mijn stempel weer schoon. Aan het eind ga ik dus met de Clearstamp Cleaner. Deze is van Papermania, maar je hebt ook een stazonreiniger. Je hebt van verschillende merken heb jij gewoon van die stempelreinigers. En dan ga ik met de stempelreiniger de stempel aan het einde helemaal schoonmaken, zodat ik gewoon weet dat er niets meer aan zit. Ik gebruik deze stempel namelijk ook vaker voor andere dingen. En dan wil ik gewoon niet dat er nog alcoholinkt aan zit. Dus dat het misschien nog weer geactiveerd kan worden als ik met een archival inkt of zoiets ga stempelen. Dat de alcohol inkt nog weer geactiveerd wordt, waardoor de kleur bijvoorbeeld niet mooi zwart wordt. Ik wil gewoon het risico niet lopen, vandaar dat ik aan het einde mijn stempel helemaal schoonmaak. Nou, ik ga even wat spulletjes aan de kant leggen en dan gaan we beginnen. Ik heb hier een stukje jupelpeper. Ik heb het wat kleiner gesneden. Het is nog niet helemaal op maat. Ik werk altijd op dubbelgevouwen A5 papier kaarten. Dus dan krijg je een A6 kaart. Ik heb dit op A6 formaat gesneden. Maar ik moet er straks nog een stukje afhalen om dat groene randje te krijgen wat er dan onderweg piept. Ik snij het bewust dus niet op maat. Soms krijg je van die lelijke randjes aan de zijkant waar de alcohol in blijft zitten en dan droogt het een beetje lelijk op. Nou, het geeft mij dan nog de mogelijkheid om die randjes eraf te snijden. Het hoeft dus niet, maar het kan dus dat daar een lelijk randje ontstaat. Nou,
Knip dan later, of snij later, dat randje eraf. Dus zorg er gewoon voor dat jouw papier iets groter is. Dan heb je in ieder geval die ruimte om die lelijke randjes eraf te snijden. Nou, waar begin ik mee? Ik begin altijd om mijn Jupo helemaal schoon te maken. Dus ik spray er een beetje van die alcohol op. En dan wil ik gelijk even een maar maken. Het werken met alcoholinkt. Je zit gewoon met bepaalde dampen. Ik merk dat ik daar nu best last van heb. Zorg er dan ook voor dat jij in een goed geventileerde ruimte zit. Dus doe een raam open. Doe een deur open. En zorg er gewoon voor dat er een beetje frisse lucht in jouw ruimte komt. De een kan daar gewoon wat beter tegen dan de ander. Maar hou daar dus gewoon rekening mee dat jij dat risico hebt als jij gaat werken met alcoholink. Dat jij bepaalde dampen hebt die niet fijn kunnen zijn. Dus ik maak mijn Jupo altijd even helemaal schoon met alcohol. Dan weet ik zeker dat de vingers eventueel eraf zijn. Je krijgt altijd vingers op jouw papier als jij het papier gaat snijden op maat. Dan heb je gewoon kans dat je gewoon lelijke vingers krijgt. Dus die haal ik er weer af met de alcohol. Dus gewoon in een sprayflesje, gewoon een goedkoop sprayflesje. Daar heb ik ook opgeschreven alcohol. Dat ik ook dat niet per ongeluk pak, dat ik denk dat het water is. En dan kun je daar in ieder geval niet mee vergissen. Dus het papier is schoon. Mijn werkvlak. Ik werk altijd op mijn grote krafmat nu. Maar ik vind het jammer dat ik daar alcoholinkt op krijg. Alcoholinkt krijg je namelijk bijna niet meer van jouw krafmat af. Dus ik heb mijn hele oude krafmat hier opgelegd. Daaroverheen leg ik nog 2 velletjes keukenpapier. En daarop ga ik dus werken. Ik vind het makkelijk. Ik wil straks de alcoholinkt wat gaan laten lopen. En dan kan ik het afdeppen eigenlijk op het keukenpapier. Trekt het niet, krijg ik niet van die plasjes inkt op mijn krafmat. Dus ik leg even 2 velletjes keukenpapier hieronder. Normaal gesproken maak ik ook een hele serie achtergronden achter elkaar. Dus als ik kaarten ga maken voor mezelf, maak ik een hele serie achtergronden in één keer. En de alcohol lift inkt, die werkt ook op inkt wat 1 of 2 dagen oud is, dat maakt niet uit, krijg je de inkt ook mee af. Dus jij hoeft niet snel te werken. Jij kunt gewoon eerst alle achtergrondjes maken met alcoholinkt en vervolgens ga je de alcohol liftinkt gebruiken. En dan kun je een dag later bijvoorbeeld de kaarten allemaal in elkaar zetten. En zo kun je op een hele snelle manier kun je gewoon heel veel kaarten eigenlijk tegelijk maken. Nou, ik ga met 2 kleuren alcoholinkt werken. Ik gebruik de alcoholinkt van de Range, maar er zijn tegenwoordig heel veel verschillende merken alcoholinkt op de markt. Ik gebruik een rood en een groen. Ik vind het toch de standaardkleuren voor de kerst. Ja, ik hou er gewoon van. Af en toe wil ik ook wel eens een hele andere kleur nemen voor de kerst. Maar ja, rood, groen, goud, zilver. Dat zijn toch echt wel de kleuren die ik het mooiste vind voor de kerst. En ik gebruik dus de Red Pepper en de Bottle gebruik ik. En dat zijn de 2 kleuren die ik vandaag ga gebruiken. Nou, het leuke met alcoholinkt is dat het eigenlijk niet zo super snel gaat mengen. Zou je dit met gewone inkt doen, dan gaan de kleuren zich mengen. Alcoholinkt, als jij een kleur aanbrengt en je zou daar een andere kleur in doen, dan wordt die kleur wat je als eerste hebt aangebracht, die wordt eigenlijk een beetje aan de kanten geduwd door de kleur die jij als laatste erop doet. Ik zal het laten zien. Ik sprenkel gewoon wat van die alcoholinkt op. Het lijkt heel veel, maar het is het eigenlijk niet. Je doet ontzettend lang met zo'n flesje. Nou, dan ga ik van die groene. En je ziet gewoon de rode inkt. Die wordt eigenlijk gewoon helemaal verdreven. Nou, dan pak ik dat spuitdingetje. En dan ga ik wat inkt wegblazen. Nou, alcoholinkt droogt vrij snel op. Dat is iets waar je even rekening mee moet houden. Is het nu opgedroogd en je denkt van, ik was nog lang niet klaar. Nou, je kunt altijd een paar druppeltjes blending solutions gebruiken. Dan wordt de inkt weer geactiveerd. Je ziet de plekjes ontstaan. Nou, ik ga weer een beetje heen en weer. Dan ontstaan er wat lichtere plekjes. En dit is echt spelen wat je nu doet.
Nou, je ziet hier al zo'n randje ontstaan. Je kunt hem proberen wat weg te blazen. Maar ik vind het dus niet erg als, als er echt helemaal een randje ontstaat hier. Die kan ik dus nog wegsnijden, want daar heb ik nog ruimte voor. Nou, wat je ook kunt gaan doen, wat je ook een heel leuk effect geeft, is gewoon wat sprayen met de alcohol inkt, of met de alcohol. En ook dan kun je het wat laten lopen. Je kunt het nog weer wat weg gaan blazen. Je ziet, dan gaat de structuur weer helemaal veranderen als je het wat weg gaat blazen. Nou, denk je van, nou, er zit nog lang niet genoeg kleur op. Dan pak je gewoon je alcohol inkt weer. Ik wilde bijvoorbeeld hier wat groen, hier onderaan. Dit is echt spelen wat je doet, hè. En dat is zo leuk. En het valt best mee. Je krijgt er niet van die hele vieze handen van. Je zou nog handschoentjes aan kunnen doen als je denkt van, nou, ik wil er zeker van zijn. Ik vind het nooit zo erg als ik wat inkt op mijn handen heb. Mensen weten dan gelijk van, oh, die is weer even lekker bezig geweest. Kijk, als ik een afspraak buiten de deur heb, zorg ik natuurlijk gewoon dat ik handschoentjes aan heb. Maar ik moet zeggen, ik ben nog niet zoveel buiten de deur. Nou, je ziet, ik ben gewoon lekker aan het spelen. Nou, en je gaat door tot jij denkt van, nou, zo is het eigenlijk wel genoeg. Nou, je ziet hier nog, ik zal het van iets dichterbij laten zien. Je ziet daar nog een wit plekje bij mijn duim. Nou, dat kan ik er straks simpel afsnijden. Dus ik kan er nog een beetje inkt op gaan doen, maar het hoeft dus niet. Ik blaas nog even door, want dan blaas ik ook gelijk de achtergrond even droog. Alcohol inkt droogt vrij snel. Maar voordat jij de alcohol lift inkt gaat gebruiken, moet je er echt even voor zorgen dat je achtergrond goed droog is. Nou, ik vind mijn achtergrond zo prima. Ik leg hem even aan de kant. Ik kan het even goed drogen. Dan ga ik die stripjes even laten zien. Ik heb gewoon vellum genomen, A4 formaat. En de strookjes zijn dus 21 centimeter. Dat geeft jou de ruimte om straks te spelen om jouw achtergrond. En ik zet hem aan de achterkant vast met gewoon een stukje tape. Gewoon ouderwetse plakband. Die heb ik hier bij me staan. Daar zet ik het straks mee vast. Het stempelen op vellum, dat moet je met inkt doen die daarvoor geschikt is. Nou, een Stazon inkt is daar prima voor geschikt. Inkt op vellum droogt heel langzaam. En sommige inkten die drogen helemaal niet op vellum. Dat komt, het vellum dat is eigenlijk een heel glad oppervlakte. Het is niet poreus, dus het trekt er niet doorheen. Je zou ook heel goed met alcohol inkt kunnen werken op vellum. Krijg je ook hele mooie effecten mee. Een beetje doorzichtig ook. Net als met dat Mika kun je ook prima mee werken met alcohol inkt. Dus het is echt niet dat je alleen met Jupo moet werken met alcohol inkt. Er zijn heel veel verschillende materialen waarmee jij kunt werken met alcohol inkt. Maar ik heb dus hier de tekst gewoon opgestempeld. En je ziet, ik heb er heel veel gemaakt. Ik heb eerst allemaal strookjes gesneden. En vervolgens heb ik de teksten er allemaal opgestempeld. Ik heb dus eerst opgemeten hoe breed dit is. Dan weet jij hoe breed jij jouw strookjes moet maken. Nou, dit zijn strookjes van 2 centimeter. Dus ik heb allemaal strookjes van 2 centimeter gesneden. Vervolgens heb ik de strookjes vastgezet in mijn stempeltool. En heb ik de teksten allemaal gestempeld. En je kunt ze dan allemaal in één keer stempelen. Heb jij meerdere strookjes klaar. Nou, die leg ik allemaal even weg. En die heb ik gewoon een nacht laten drogen. Dus ik ben er niet aangekomen. Ik heb ze gewoon even weggelegd. Dat ze rustig allemaal konden drogen. En ja, dan kun je er gewoon overheen wrijven. Dan is de inkt is, ja, vast. Stazon inkt is ook watervast als het droog is. Dus met deze strookjes kan gewoon niets meer gebeuren. En ik vind het prettig om die strookjes allemaal op voorraad te hebben. Dus ik heb er al heel veel op voorraad gemaakt. Het stempelen straks op het Jupo, wat we bewerkt hebben met de alcohol inkt. Dat ga ik doen gewoon met een ouderwets stempelblokje. Omdat ik de stempels allemaal, en dat zal ik even het voorbeeld weer bijpakken. Ik draai de stempels en ik pas ze er allemaal een beetje tussen.
Ik begin gewoon ergens te stempelen en vervolgens draai ik constant de stempel rond om een beetje variatie in de stempels te krijgen. Nou, dat vind ik gewoon gemakkelijker om dat te doen met een ouderwets stempelblok. En dat kan ook prima. Jij moet echt even zorgen dat jouw stempel goed aandrukt en laat hem ook vooral even contact maken. Dus doe het even rustig. Ga niet stempelen gelijk weer omhoog. Maar geef het de tijd om even te hechten aan het papier. En dan kun je dit ook prima met een ouderwets stempelblok doen. Ik ga dat zo laten zien. Ik ga even wachten tot mijn achtergrond helemaal goed droog is. Gebruik jij een blending solutions? Gebruik jij een alcohol om het te verdunnen? Is het gewoon wat langer nat dan dat jij alleen met alcoholinkt werkt. Dus ik laat het nou even goed drogen en dan kom ik bij jullie terug. En dan gaan we de volgende stap maken om de achtergrond helemaal klaar te krijgen. Nou, de achtergrond is droog. Ik draai hem even om. Je ziet nu aan de achterzijde, zie jij die vlekjes zitten. Nu is dat in principe niet erg. Hij wordt nog op een basiskaart geplakt, dus dan zie je er niks meer van terug. Maar ik wil je toch even laten zien hoe je heel eenvoudig die vlekjes weg kunt werken. Je pakt gewoon een beetje alcohol. Je doet wat op een keukenpapiertje of op een watje, wat je maar ook bij de hand hebt. En je veegt heel eenvoudig. Veeg je gewoon die vlekjes weer weg en poets je dus de achterzijde van jouw kaart. Die poets je weer mooi schoon. Dus op die manier kun jij heel eenvoudig vlekjes verwijderen. Maar nogmaals, voor nu maakt het niet zo heel veel uit. Hij wordt nog op een basiskaart geplakt, dus ja, het maakt niet zo heel veel uit. Nou, wat we nu gaan doen, ik laat er nog even een keukenpapiertje onder liggen. Het is gewoon hetzelfde keukenpapiertje. Ik heb hem even andersom gedraaid. We pakken de stempel en we gaan hem beinkten met alcohol lift ink. Ik zorg ervoor dat mijn stempel goed beinkt wordt. Druk niet zo heel hard, heeft niks genut. Gewoon zachtjes deppen. Ik plaats mijn stempel. Ik laat hem eventjes rusten. Nou, ik heb even moeten knippen in de video. Mijn man die kwam onverwachts binnen, terwijl hij wist dat ik aan het filmen was. Maar hij moest mij waarschijnlijk iets heel belangrijks vertellen. Dus ik heb even moeten knippen in de video. Vandaar dat jullie deze bloem al zien staan. Maar ik ga de volgende bloem stempelen en dan ga ik jullie hopelijk in alle rust laten zien hoe ik de rest van de kaart afmaak. De alcohol lift ink. Je moet gewoon de stempel rustig beinkten. Ga daar niet heel hard op drukken, want dan krijg je daar heel veel inkt op plekjes waar je het eigenlijk niet wil hebben. Dus ga gewoon heel rustig deppen eigenlijk op de stempel, maar zorg wel dat de stempel goed beinkt is. Nou, ik zei al, ik wil mijn bloem elke keer draaien. Ik draai de stempel een beetje. Ik druk de stempel even stevig aan. Daarom werk ik ook nog op het keukenpapiertje. Wat ik er buiten kom met de stempel. Dan komt het op het keukenpapiertje. Is er niets aan de hand. Maar ik laat dus ook heel bewust de stempel van het papier aflopen. Ik vind dat een wat mooier effect geven. Nou, deze leg ik even aan de kant. Die maak ik straks schoon. Hoe ga je nou te werk? Nou. Je gaat in eerste instantie deppen. Dus je dept zoveel mogelijk van die alcoholinkt, wat nou geactiveerd is door die alcohol lift ink. Die ga je zoveel mogelijk opnemen met je keukenpapiertje. En dit is echt iets wat je met een keukenpapiertje het beste kunt doen. Nou, vervolgens, als de inkt er zoveel mogelijk af is, de laatste restjes kun je gewoon wegpoetsen. En dan zul je gewoon zien, af en toe even een schoon stukje pakken, dat het papier wat eronder zit, komt weer helemaal naar boven. En dan krijg je dit als effect.
Ik hoop trouwens dat jullie niet al te veel last hebben van de mensen die achteraan het werk zijn in het parkje. Nou, de stempel, die maak ik ook heel eenvoudig eventjes schoon. Je kunt hem dus nu nog gaan stempelen op iets anders. Ik doe dat eigenlijk nooit. Bijna nooit. Het is weer een andere techniek. Die wil ik vandaag gewoon niet laten zien. Gewoon een klein beetje alcohol er even op sprayen. En ik maak hem met een keukenpapiertje even goed schoon. Ook even goed droog weer maken. Nou, en nu kun je gewoon verder gaan. Je kunt dus de hele achtergrond gaan bestempelen. Dus je gaat de... stempel weer beinkten. Ik draai hem even weer een beetje. Ik wil hem zo hebben deze keer. En ik probeer eigenlijk een beetje alle ruimtes op te vullen. Dus goed aandrukken, even contact laten maken. Dan haal je hem eraf. Wil je nu de inkt ergens anders op stempelen, moet je dat nu direct doen. Moet je even snel gaan werken. Nou, ik dep eerst weer zoveel mogelijk van die geactiveerde alcoholinkt eraf. Je pakt elke keer even een schoon stukje. En vervolgens ga je voorzichtig de laatste restjes eraf wrijven. Ga je nu gelijk aan het wrijven, dan zul je zien, dan krijg je hele lelijke vlekken. Dus de volgorde is echt eerst deppen, zodat er zoveel mogelijk alcoholinkt er al af is. En daarna ga je pas de stempelafdruk opwrijven en om de echte laatste restjes eraf te halen. Nou, en dan heb je dus een mooie afdruk gemaakt op je achtergrond. Deze techniek die werkt gewoon het allerbeste op Jupo. Je zult gewoon merken als jij een andere achtergrond gebruikt, dan werkt het gewoon wat minder. Die afdrukken zullen wat minder zichtbaar zijn. Het is dus echt dat het op Jupo papier de mooiste afdrukken geeft. Nou, de stempel is weer schoon. We kunnen weer door. En zo gaan we gewoon verder tot we alles vol hebben gemaakt met deze prachtige kerstroos. Dus ik kijk gewoon even dat ik hem er tussen ga zetten. Ik wil ze niet laten overlappen. Mocht dat per ongeluk gebeuren, ja, is het niet erg. Maar het is niet mijn bedoeling. Ik wil hem er echt proberen om tussen te krijgen. Nou, en op deze manier kun je natuurlijk hele leuke achtergronden maken met alcoholinkt. En dit is een van de vele technieken die je kunt doen. Er zijn ontzettend veel technieken die je kunt doen met alcoholinkt. Ik vind het ontzettend leuk om mee te werken. Maar net wat ik dus zeg, denk er even aan dat je een raampje open doet als jij gaat werken met alcoholinkt. Want er zit gewoon een lucht aan. En het lijkt mij ook niet goed dat jij de hele dag dan in zo'n walm zit. Dus zorg er gewoon voor dat jouw ruimte goed geventileerd is. Nou, mijn stempel even schoonmaken. En dan kan deze weer aan de kant. Nou, normaal gesproken maak ik dus een serie van die achtergrondjes. Vervolgens ga ik een serie van die achtergrondjes ga ik dus allemaal bestempelen. En dan maak ik uiteindelijk de kaart in één keer af. Maar ik ga het vandaag nog een stukje verder laten zien. Zodat jullie helemaal weten hoe je de kaart verder af kunt maken. Ik heb mijn snijapparaat erbij gepakt, want ik had al gezegd, dit is op A6 formaat gesneden. Maar het moet dus nog een stukje kleiner als ik het op een A6 kaart wil gaan
plakken. Ik vind het mooie dat hier een klein randje is. Ik hou niet van die hele brede randjes. Dus wat doe ik? Ik meet altijd deze even op. Nou weet ik dat dit 14,9 is. En het is net geen 15 centimeter. Dus 14,9. En dit is 10,5. Nou zorg ik ervoor, dat is mijn stelregel, dat ik het een halve centimeter kleiner snij als het formaat waar het op moet. Dus 10,5, 14,9. Dan moet ik dit dus snijden op 10 centimeter. Ik ga dan kijken van nou, welke kant vind ik mooier, welke vind ik wat minder mooi. Ik ga hem toch zo omsnijden. Dus ik ga hier een halve centimeter ongeveer afsnijden. Zodat ik op 10 centimeter kom. Ik wil aan de onderkant wat afhalen. En dan ga ik op 14,4. Want dat is een halve centimeter kleiner. Dan de basiskaart waar het op komt. En nu heb ik mijn papier op maat gesneden. Ik gebruik trouwens al heel lang de snijder van Vaassen. Ik vind het een ontzettend fijne snijmachine. De mesjes blijven vrij lang scherp. En ja, de mesjes die je erbij kunt kopen, ja, die zijn niet zo heel erg duur. Nu weet ik dat de Action ook eigenlijk precies hetzelfde heeft in hun winkel. Tenminste, het ziet er echt hetzelfde uit. Maar nu weet ik dat de kwaliteit toch wel wat minder is. Ik heb hem gehad. Ik heb hem beneden gehad. Er is een ongelukje mee gebeurd, dus ik heb hem ook niet meer. Maar ja, moet jij met een heel klein budget knutselen, dan kun jij ook zo'n snijapparaat bij de Action kopen. Maar ik gebruik dus de echte van Vaassen. En die gebruik ik al ja, best lang. En ik vind gewoon dat de mesjes ontzettend lang meegaan. En ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee. Nou, de achtergrond die je over hebt gehouden. Ik wil daar dus een strookje vellum op gaan plakken. En op deze manier wil ik dus de tekst gaan aanbrengen. Waarom gebruik ik vellum? Nou, dan kun je er nog een beetje doorheen kijken. En dan blijft die mooie achtergrond die jij hebt gemaakt, ja, die blijft dan zichtbaar. Nou, waar ga je de tekst doen? Nou, dat kan eigenlijk overal. Kies gewoon een plekje uit waar jij denkt van, nou, daar is het wel mooi. Misschien heb je daar een vlekje van de alcohol inkt wat je niet zo mooi vindt. Wel even voor zorgen dat je recht blijft natuurlijk. Daarom heb ik hem ook op 21 centimeter gelaten. Dan kun jij nog schuiven. Wil jij hem aan de rechterkant? Dan kan dat. Heb jij in ieder geval de ruimte om dat te doen. Dus ik heb 21 centimeter, ongeveer in het midden, heb ik dus de tekst gestempeld. En zo kun je er eigenlijk alle kanten nog mee op. Even zorgen dat hij recht ligt. Ik draai hem om. Ik vouw de flapjes naar de binnenkant. Nou, ik pak een stukje plakband. En ik zet hem in het midden. Zet ik beide strookjes vast. Nu kan er niets meer met het strookje gebeuren. Nou, ik zal het nog even laten zien. Ik vind het leuk om deze achtergrond wat verhoogd te plakken. Dus ik ga foamtape gebruiken. Dan pak ik even mijn witte schaartje. Dit is een speciaal schaartje. Deze is van X-Cut. Ik weet niet eens of die nog te koop is. Deze heeft een speciale coating waardoor de plak niet zo snel blijft zitten. Als je hem heel veel gebruikt, ja, dan blijft de plak er wel aan zitten. Wat ik dan altijd even doe, dan maak ik hem even met een beetje alcohol schoon. En ja, dan is eigenlijk alle plak weer van de kaart af. Nou, en nu is het alleen nog een kwestie om dit oplegkaartje op een basiskaart te plakken. En je hebt al een hele leuke kaart, heb je gewoon gemaakt. Ik heb nu foamtape erachter gedaan. Je kunt ook gewoon een lijm gebruiken. Test het dan wel even uit dat het niet er doorheen trekt. Ik denk niet dat het snel gaat gebeuren, maar test het gewoon even uit met een stukje
afvaljupo wat je misschien hebt. En test dan gewoon even. Doe daar een beetje lijm op. Kijk even aan de voorzijde wat er dan gebeurt. Misschien wordt er alcohol in geactiveerd. Ik denk het niet, maar voor de zekerheid. Voordat jij jouw mooie achtergrond gaat lijmen. En het kan niet, dat is gewoon jammer. Dus test het dan even uit. Of op de achtergrond, als jij geen stukje hebt. Kun je het op de achterkant even testen. Gaat het werken, kun je er altijd nog een plakpareltje overheen doen. Zie je er niks meer van. Dus, maar ik vind het mooier om met foamtape en om dan de achtergrond gewoon iets verhoogd op te plakken. Dan krijg je net iets meer diepte in jouw kaart. Nou, ik vind hem zo prima. Je zou hem nog verder kunnen afwerken. Dat je bijvoorbeeld in de hartjes van de bloemen, dat je daar een plakpareltje gaat doen. Ik hou daar niet zo van. Ik gebruik eigenlijk alleen plakpareltjes als ik dingen wil verdoezelen. En ik vind deze achtergrond gewoon super mooi geworden. Dus ik ga hier verder niks aan doen. Ik hou de kaarten bewust heel simpel. Ik wil er namelijk een heleboel van gaan maken. En dan wil ik er niet al te veel tijd aan verdoen. Nou, ik hoop dat jullie hebben gezien hoe je die leuke achtergronden dus kunt maken met alcoholinkt op Jupo papier. Alcohol lift ink gebruiken op een stempel. Kijk gewoon de stempel die jij thuis hebt. Ik heb hele oude stempels gebruikt. Ik weet niet eens of ze nog te koop zijn. Maar het is gewoon een favoriete stempel van mij. Ik moet zeggen, ik koop ook niet veel stempels meer nieuw. Zeker geen kerststempels, want ik heb gewoon kerststempels waar ik graag mee werk. En daar blijf ik daar ook mee werken. Dus voor de verkoop ben ik misschien niet zo'n hele goeie. Maar als ik eenmaal een leuke stempel heb, waarom moet ik dan stempels kopen die ongeveer hetzelfde zijn, maar die dan nieuwer zijn? Dat doe ik gewoon niet. Ik koop wel stempels, maar dan moet het echt helemaal anders zijn dan anders. Die moet ik nog niet hebben. Dan wil ik rustig nieuwe stempels kopen. Dus ik heb hier heel bewust oude stempels gebruikt. Dus ga ook gewoon in jouw eigen voorraad op zoek naar leuke stempels die jij kunt gebruiken. Je hoeft niet altijd nieuwe producten aan te schaffen. De alcohol inkt, ik ga het allemaal wel vermelden. Alles wat ik vandaag gebruikt heb, ik ga er wel weer linkjes naar plaatsen. En alcohol inkt van meerdere merken dus te koop. Ik heb gewoon een rood en een groen gebruikt. Daar komt het gewoon op neer. Red pepper en bottle. Ik vind het gewoon prachtige kerstkleuren. En een keer weer wat anders. Een ander soort kerstkaart. En wel heel leuk en simpel en snel te maken. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden en de volgende keer ga ik weer wat anders laten zien. Een ander techniekje, misschien een kerstkaart, ik weet het nog niet. En we zien het wel. Ik ben weer begonnen een beetje, ben er nog lang niet, maar we kunnen steeds meer, dus we zien het wel. Dit was hem voor nu. En ik dank jullie dan ook voor het kijken. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn videokanaal? Doe dat vooral. Dan mis je geen enkele video meer. In je abonnementenfeed, dus tussen alle andere video's van de videokanalen waar jij ook op bent geabonneerd, daar kun je mijn video's dan terugvinden. Dan mis je geen enkele video meer. Klik je op het belletje. Dan krijg je gelijk ook een melding zodra de video van mij online is. Dus dan kun je hem kijken. Je kunt ook aangeven, dat doe ik ook geregeld. Als jij op de stippeltjes klikt, dan ontvouw jij zo'n minuutje. Tenminste, als jij kijkt op jouw Android tablet of een Android telefoon. Dan kun jij de video ook later bekijken. Er is dus ook een minuutje waar jij video's in kunt plaatsen om later terug te kijken. En dat is iets wat ik ook geregeld doe. Dat ik denk, nou, ik heb nou even geen tijd. Maar ik wil hem niet missen. Ik wil hem later kijken. Nou, er is dus ook een mogelijkheid voor op YouTube om de video's later te bekijken. En maak gebruik van alle mogelijkheden van YouTube. Nou, dit was het echt. Ik hoop jullie heel snel terug te zien bij je volgende video. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot snel.